Maar volgens mij ben ik dansen uit mijn moeders buik gekomen van dat ik begon te dansen. Dus ja, dus het, ik denk dat het gewoon in mijn bloed zit. Ben ik wereldkampioen geworden. In 2009 ben ik tweede van de wereld geworden. In 2010 ben ik met drie keer Nederlands kampioen geworden. Ik ben twee keer naar de Kwekelaar 7. Oh, zoveel op te noemen. Het is gewoon te veel. We hebben nog steeds. Het is talent. En dit is de familie. De familie Dien. Meegemaakt is dat je als donker persoon, dus dat je eigenlijk veel harder moet werken om iets te bereiken in het leven. En in Limburg vond ik dat het eigenlijk de mensen mij toelieten en dat heeft misschien ook meer mijn hart gestolen van die mensen gunnen me en ja, ik ben ook blij dat ze dat gedaan, want nu kan ik dat teruggeven. Op een manier aan de jongeren die ik nu lesgeef en allemaal wat ik nu tot nu toe gedaan heb. En ik hoop dat ik dat kan blijven doen en dat ook gewaardeerd blijven worden. Ja. Omdat ik mijn passie voor dans zo extreem is, vind ik dit. Wat je ook ziet hier bij het dansen in Limburg, dit is mijn werk. Ik heb heel veel tantes en nichten en die komen allemaal met elkaar. Als een feestje hebben, is echt gewoon familie. Ik wil iedereen het gevoel geven als je hier binnenkomt dat je eigenlijk denkt van ik ga naar dansen, maar ik ga ook naar een familie. In plaats van drie, vier kinderen heb ik dus 600-700 kinderen. Mijn hart zit hier, omdat de manier van het leven, de natuur, alles wat hier omgeeft. Ja, Limburg heeft eigenlijk mijn hart gestolen en ja, ik blijf in mijn hart trouw. Ja, zoals ik zeg dan, ja, ik ben een Limbo.